2 weken niet zien. Niet 2 weken. Wat is er nou, wat is er hier nou grappig aan? Wat is er gebeurd? Je komt niets of niemand tussen. Mooi. Ja. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zijn gisteren uit geweest en Niek heeft hier geslapen. Alleen die is er alweer gelijk vandoor. Die moest daar heel veel... Ik vind dat je er echt prachtig uitziet, ondanks dat we hebben gezopen gisteren. Hou op. Dat is niet zo, dat zeg je niet meer, maar omdat ik het vanochtend zei. Helemaal niet. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik wil dat je niet zo onzeker bent. Ga jij lekker broodje voor mij maken? Ja, ik ben druk. Wel. Ik ben druk. Ik ben lekker aan het editen, jongen. Ik heb me echt goed ingehouden. Ik wil zo graag een chocoladebroodje. Goed zo. Ja. Schouderklopje. Kijk, jongens. Daar zit een wilde Wim. Willem is een wilde FIFA speler. Kijk, meestal. Kijk. Dit is Wim's natuurlijke habitat. Het was hartstikke gezellig gisteren, jongens. We zijn echt op een soort van clubtour geweest. We zijn eerst naar Oliva geweest. Daarna zijn we naar Jimmy geweest. En daarna zijn we ook nog naar de social geweest. Die zit naast Jimmy. En daar kwamen nog Koen tegen. Jultje, Stefan was er. Dus het was hartstikke gezellig. En uiteindelijk waren we volgens mij rond 1 uurtje of 3 thuis. Maar ondanks dat we gezellig uit zijn geweest, voel ik me vandaag fris en fruitig. Al heb ik wel een klein beetje het gevoel dat ik gisteren heb gedronken. Maar dat is ook logisch, want we hebben ook gedronken gisteren. Maar goed, de video zit in de render en het is tijd om richting Haarlem te gaan. Ik ga Ellen naar huis brengen en dan ga ik eventjes langs mijn pa. En dan ga ik daarna padellen met Willem, Ruben en Bas. En vanavond gaan we gezellig met een paar gasten hier een biertje drinken. Ga gewoon, een leuke mannenavond. Dus de vrouwen, die gaan naar huis. Ja, 2 weken niet zien. Niet 2 weken. Ik ben een... We gaan elkaar niet zo lang. Ik ga dinsdag weg en ik ben zondag weer terug. Dat is echt. Dat is niet lang. Dat is. Ik ben niet eens een weekje weg. Oh, nou. Heb je alles? Oh, nou. Ik ben echt blij met mijn nieuwe broek, jongens. Ik niet. Echt lelijk. Hou je bek eens, jongen. Wat zeg je? Wie zegt er nou? Wie zit er nou weer? Wie zit er nou weer te ons? Ik ben heel blij met mijn nieuwe broek. Dat zei ik. En ik ben heel blij met die nieuwe broek, zei ik ook. Pas op, hè? Wat? Luister terug dan. Hij is een beetje vies. Ja. Dit is wel echt gek. Ik weet. Heb je met rubber gespeeld? Ja, ik weet het niet. Heb je banden verwisseld? Ja, het is heel gek, jongens. Kijk, ze zegt, ik zat dus ook in de winkel. Zodat ik zo ook aan mijn broek zat te vegen. Ik zeg zo, hè? Maar mevrouw, heeft het ook nog geschone? Zei ik letterlijk. En toen zei ze, het hoort in het bordel. Maar ja. Het lijkt net alsof je ja, hier zit het ook. En die aardig is best lelijk. Ja. Kijk, hoor even. Hey, 2 minuten geleden. Ja. Oh, ik ben zo blij met deze broek. Komt hier aan. Maar waarom denk jij dat hij in de korting is? Ja, ja. Hij was 30% korting. Misschien omdat inderdaad iemand hem. Iemand had hem gewoon teruggebracht. Want ze zijn nog bij mij. Model. Ze zaten tegen mij. Ja, je mag hem binnen 100 dagen terugbrengen. Dus waarschijnlijk heeft iemand inderdaad gewoon zijn banden verwisseld. Ja. Nee, maar hij zit gewoon goed, jongens. Ik heb eindelijk gewoon weer een broek die ik lekker vind zitten. Nou, ik ga richting Haarlem. Succes allemaal, tot zo. Finn, zorg je wel dat je gewoon om 4 uur wel eens bij die baan bent? Ik ben altijd op tijd. Nee, nooit. Waarom lach jij? Nee, ik ben altijd op tijd. Ik zie je straks. Want ik ga langs Ella, ik ga langs papa. Ja, en dan moet je terugkomen, moet ik even mijn video nog in uploaden. Ja, succes. Oké, okay, ik ga er vandoor. Doeg. Doeg. Nou, je bent echt stom aan het doen tegen mij. Holy shit, jongens. Die auto voor ons is zo smerig. Het is gewoon een witte auto, maar hij is gewoon helemaal zwart. Eigenlijk moet je hem dan even door de wasstraat halen. En we rijden echt precies nu langs de wasstraat. Misschien dat ik ook wel even langs de wasstraat ga. Hé, hey, kom maar zelf zien. Gaan wij elkaar gewoon inderdaad gewoon een week niet zien, El? Wat een rare hoek is dit. Waarom? Kijk, zie je nou? Ella zit nu in het schermpje te kijken. Kijk, nu kijk naar jullie en nu kijk naar het schermpje. Wat vind je er gek aan? Wat is er gek aan? Dat is toch een hele gekke hoek? Wat zit je raar te doen? wat is er hier nou grappig aan? Dit is hetzelfde wat je ook ziet als je de YouTube video terugkijkt. Nee, dit is helemaal anders.
Huh? Nou, goed. Doei. Doei, schatje. We gaan elkaar gewoon een week niet zien, hè? Ja. Ik kan niet stoppen met het scherm kijken. Hé, het gaat regenen. Nee. Ja, jongens. Dit moet helaas ook gebeuren. Komt ie weer, jongens. Wat is er gebeurd? Hier komt niets om, niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. En wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oh, jongens, ik heb zoveel zin om deze februari te gaan uitbrengen. Oh, ja, en wat ik al zeg, ik denk dat dit op het moment het beste nummer is wat ik heb gemaakt, vind ik zelf. Gewoon vergeleken met allemaal, ik heb heel veel nummers nu al liggen, maar ik heb met deze een bepaald, er is iets met dit nummer dat ik denk van, hij is er van volwassen of zo, vind ik. Het is een, hij klinkt gewoon heel professioneel en ik ben er gewoon heel erg blij mee en ik denk dat er ook, er zit veel emotie in, ik zit een beetje zelf na te denken over wat ik nou eigenlijk wil zeggen. Maar volgens mij, ja, ik ben heel erg blij met het nummer, dat sowieso. En ik denk inderdaad gewoon dat dit het beste nummer is wat ik, voor mijn gevoel, wat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik heb zoveel zin om dit uit te brengen. Reageer, uitbrengen Vincent in de comments als je wilt dat dit nummer zo snel mogelijk uitkomt. Het is momenteel 3:50, jongens. En om 4:00 gingen we padellen, dus ik ben gewoon op tijd. Ik ben gewoon op tijd. Ze moeten niet zo zeuren. Ik ben op tijd. My man. Hi Amber. Ik ben op tijd. Ik ben niet op tijd. Ik ben wel op tijd. We moeten nu gaan. Ik ben nu op tijd. Let op, ik ben omgekleed. Ik ben omgekleed. Snel omkleden. Ik heb dus het gevoel, jongens, dat jullie goed bij jou bent. Ik heb dus het gevoel, jongens. Jij hebt het gevoel. Dat gaan wij samen? Jij wil altijd samen, dus wij gaan samen. Ja. Wij gaan jullie inmaken, jullie stelletjes sukkeltjes. Meestal zeg je als wij samen gaan padellen, ik heb het gevoel dat we vandaag... Ik heb het gevoel, Wim, dat wij vandaag wel iets moois kunnen neerzetten. Interessant. Ik heb het gevoel helemaal niet. Nee, maar jullie hebben ook geen gevoel. Jullie zijn gevoelloze mensen. Mensen, gevoelloze mensen. De rest. Oh. Wim, we worden gewoon genaaid. Dat is echt niet leuk, jongens. Dat vind ik echt niet leuk. Hou het nou even heel, man, hier. Die lift slaat in elkaar. Oh. Kijk, jongens, we hebben gewoon nog een vieze auto. Er staat gale beer op, vies peuk, vies mannetje, lekkertje. Oh, een liftbaan op. Gek, hè? Ik zag net ook al zo'n auto, die was helemaal smerig. Jouw auto ziet er net niet zo uit, eigenlijk. Mijn auto is echt is gewoon schoon, hoor. Nee, van de binnenkant niet. Van de binnenkant, met alle plastic kan je ook allemaal letters maken. Ik ben het er niet mee eens. Jouw auto net als ons huis. Of jouw kamer. Jouw kamer, ja. Van de buitenkant ziet hij er mooi uit. De deur van je kamer is schoon. Maar de binnenkant moet je niet zijn. Ik ben het hier niet mee eens. Nee, snap ik. Het is ook niet zo. Je had dus een keer wel eens uit ons. Laat mij in mijn waarde. Laat mij met rust. 17 minuten rijden. 17? 17 minuten rijden? Ja, op zich zijn we daar een kwartier te laat. Hit some balls. Let's hit some balls. Wim, ik wil wel echt dat je je best gaat doen, hè, vandaag. Ik wil dat jij je best gaat doen. Ik wil dat jij je best gaat doen. Oké, doe nog best. Nou, jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Ik heb nog steeds pijn aan mijn pols. Ik heb die botbal op zo'n beweging straks. Het eerste potje is gespeeld. Het is maar een moment van tijd. Het zit in je kop. Kom aan, het zit allemaal in je kop, man. Pak. Kom op. Nou, jongens, daar gaan we. Eerste pot verloren. Tweede pot is voor ons. Nou ja, uiteindelijk hebben Willem en ik 2 potjes nog gewonnen. Dus wij gaan koken. Waarom? Omdat je 2 keer verloren hebt. We hebben 2 potjes gespeeld. Nee. Maar ik ben er niet, dus dan ga jij koken. Dus jij gaat koken. Oh. Wat ga je maken? Sushi. Met de hand? Nee. Nou jongens, het wordt wel gezellig vanavond. Omdat, even kijken, Bas Gozens komt, Bas van Geuns,
Joris, Alexander. Blijf jij ook jammer? Zeker. Godverdomme. Nou, leuk jongens. Ik dacht, we gaan even met de boys. Nou, ik ga de camera maar weer uitzetten. We're back! We're back at our home. Oh jongens, wij hebben echt zeg maar met toen het corona was, is natuurlijk super stout. Hadden wij allemaal, ja, we gingen altijd bij ons thuis altijd een beetje drinken en zo, gezellig. Zeg maar, dat was echt een beetje zo'n periode dat je niks mocht doen, je kon niks. En dan weet ik nog, wij waren toen bij een van de enigen in het appartement. En ja, toen gingen we altijd gewoon lekker thuis een drankje doen, lekker een beetje lullen, spelletjes spelen. Maar ik moet zeggen, ik vond het soms leuker dan uitgaan. Soms dan is het thuis gewoon een soort van thuisfeest is veel gezelliger dan dat je uit. Ik vind daarvoor sowieso leuker. Ja, ik maar vind het ook. Want weet je, dit is als je al lekker met je rust gaat praten en dan in de club weer alleen maar. We zijn. Ja, klopt. Hè? Oh ja, goede muziek man. Klopt. Maar dat is dus wat we vanavond gaan doen, jongens. En we zien wel misschien dat we wel opeens weer uitgaan, ja. Misschien niet. Maar we gaan eventjes een broodje halen voor de borrel, hè? Voor de borrel. En dan gaan we lekker chillen jongens vanavond. Heb jij altijd erboven met dit? Ja, oh ja, dat is goed. Hoor dat getingel? Kan maar één ding betekenen. Wel fijn hè, dat de vrouw in huis dat dan even gewoon in de koelkast legt. Wat doe je dat toch goed, Amber? Goed, hè? Vind je me vervelend. Waarom ben ik vervelend? Dat jij altijd de vrouw neerzet als die dat ook echt moeten doen. Het is gewoon nee, helemaal niet. Het is toch fijn? Ik zeg, het is fijn dat de vrouw in huis het in de koelkast legt. Dat is toch fijn? Ik zei laatst ook in een vlog, was gisteren, zei ik ook van, het is toch fijn dat Ella mijn was doet? Echt, ja, maar misschien is het wel fijn als jij een keer wat gaat doen. Echt, ik heb mijn was zelf gedaan. Ja, ik heb ook wel eens een keer iets zelf gedaan wat ik misschien niet meer zelf doe. Nou, kijk, ze hebben allemaal lekkere dingetjes gehaald. Dus dat gaan we opeten. Wat is het wachtwoord? Oké. Hey. Kom verder. Wees welkom. Nou, bedankt. Loop lekker door. Ik heb lekker gepedeld. Ik heb alleen maar gewonnen. Jij? Nee. Jij? Nee. Dacht dan. Nou jongens, de eerste gast die is er al. Wat is het? Oh, Alexander, ik heb jou zo lang niet gezien. Oh, wat is hij schattig, hè? Hij is knap, hè? Hij is echt schattig. Hé, hey, wie heb je meegenomen? Wie is dat? Alexander! Dat irritant, hè? Alexander die heeft een half jaar volgens mij in Madrid. Waar zat hij? Milaan. Iets onder Milaan. Oh, leuk. Hé, hey, kijk eens wie er ook eens even is. Bassie! Hey! Ja, wat moet je zeggen, hè? Ja, wat moet je... Stel jezelf eens voor in 5 seconden. Ik vind dat zo irritant. Nou, pink, hou op. Yes. Niet gelukt. Er wordt weer aangebeld. Wie zou het zijn? Hallo daar. Is Mikkel weer? Oh, zo. Ik wilde zeggen, wat is het wachtwoord? Maar volgens mij heb je het wel goed begrepen al. Is dat het wachtwoord? Nou, ja, kom binnen. Het wachtwoord is 24 groene kletters. Goed, kom binnen. Hallo. Hey. Hallo. Nou jongens, het wordt al een stuk gezelliger weer, hè? De? Hoe bevalt het in Nederland? Ja, uitmuntend. Uitmuntend? Uitmuntend. We hebben gekookt. Kijk. Daar is onze chef. Hoi. Oh ja, top. Dankjewel. Kijk eens even. Potjandori, we hebben weer goed gekookt vandaag. Godverdomme. Hey. Wie ben jij? Ik ben Sebastiaan. Zo, die neus, joh. Hij is te groot, hè? Die heb ik van mijn oma gekregen. Tering. Gemaakt door cameraman Joris. Ja. Ja. Ik sta daar heel mooi op. Ja, nee. Ja, het was wel interessant. Het was wel dichtbij. Lekker dichtbij. Maar kun je dus een beetje de echte mij kennen? De echte mij. Oké, dus jongens. We zijn allemaal leuke spelletjes aan het spelen, jongens. En we gaan waarschijnlijk wel uit vanavond. Waarschijnlijk. Zelf ik aan het woord. Hè? Je mag nu zelf zeggen dat spelen. Als je het goed hebt, wordt de slokker zo opgeslagen en moet hij ervoor doorspelen. Opgeslagen. Ik doe niet mee. Jij doet mee. Slotvarken. Ja, voordat ik dit moet doen, zou ik 3 biertjes drinken, jongens. Duurt lang. Zal ik zelf verzamelen. Ga best snel.
Hoppa. Deel 2. Maar je... Oeh, hij vindt het niet zo lekker. Nee, hij vindt het niet zo lekker. Ik zie hem wel tikken, hoor, van nu. Ja, Alexander drinkt wel het meest. Ik vind het wel een ja. Alexander 3. Mooi. Wij gaan waarschijnlijk nu uit. We weten nog niet zeker. Basti is al weg. Die is naar Lovely gegaan. Maar wij gaan waarschijnlijk naar Chin Chin. Als er nog beelden komen, komen hierna de beelden. En anders zie ik jullie morgen weer bij de outro. Ik heb gisteren geen outro meer opgenomen, maar we waren echt volgens mij om 6 uur thuis. Maar we hebben echt een hele leuke avond gehad. We zijn naar allemaal rare kroegjes gegaan. We waren eerst op Rembrandtsplein en toen zijn we gewoon random barren ingelopen. Op een gegeven moment waren we in een soort van bar, dat heette Café Piketanissi of zo. En dan gingen we overal gewoon een biertje drinken. Maar jongens, het was hartstikke gezellig. Maar ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Later!